een beetje stil. Goedenavond, ik ben Clément Peres. I'll be right with you. Het is niet direct maar een dag vandaag. Ik heb iets meegemaakt vandaag. Hè. Wat is gebeurd? Dat gaan we niet geloven. Wat is er gehad? Ik ben bij de boeren geweest. Goedemiddag, het is Alex hier, klaar voor Club Brugge Antwerp. We zien het hele huis zitten, de House of House op de achtergrond. De auto in gang steken. En we zijn weg! Yay! Zeg Alex, heb je een pronostiek voor vandaag? Wat is dat? Hoeveel dat zal zijn qua scoren? Ik denk 3-1. Oké, okay, heel goed. Ja, ik zou ook wel durven voor 3-1 gaan. Voilà, we staan weer op een geprivilegeerd plekje in een wikke in Sint-Andries op luttele minuten van het stadion. Dat is grote luxe, bij Karel Tus. En we gaan een beetje gaan aperitief naar zijn hoofd. Hè. Karel, goedemorgen. Hey. Je noor ligt mega goed. Zonder mondmaskers, volle bak, sfeer is er, is een zonnetje. Het is perfect. Oh, Tomme! Je hebt de goal gemist! Je hebt de penalty gemist!
We zijn op zoek naar popplastic. We zijn op zoek naar popplastic. Maarten is van Antwerp en Mijn onkel is nog naar de duivel geweest, Danny Veit. Ja, Danny Veit kent me uit mijn tijd. Maarten Veit, voor jou betekent deze match ietsje meer. Ja. De mannen hebben ze gekomen van de streek die bij Antwerpen. Dat dus je gaat terug naar het Antwerpse, maar met een grote glimlach. Zeker weten. Glimlach. Ja, merci, hè. Succes, hè.